vind het niet leuk. Grapje, vind ik wel. Mensen, leuk jullie kijken naar de tweede Doe Maar Game Vlog video. Job, waarom was er gisteren geen Doe Maar Game Vlog video? Nou mensen, ik zou jullie het even helemaal uitleggen. Mijn SD-kaart was stuk. Ja, want ik ben iemand die schijt heeft. Ik ruk dat ding aan mijn computer zonder dat ik de SD-kaart uitwerpen. Verdomme. Kijk mensen, een nieuwe video. En die speelt zomaar af. En je hoort mijn audio. Gewoon leuk. Ik heb gewoon zin in. Hoorde je dat? Ik had er zin in. En dat is helemaal goed. En dat is de spirit. Sorry, boertje. Ik ben nu een video aan het uploaden voor Hexen Gmon, die er waarschijnlijk nu al op staat. Ik bedoel, dat is best logisch, want ik ben er nu aan het uploaden. Voordat ik deze kan uploaden, moet die eerst klaar zijn met uploaden. En dan staat hij er dus op. Kut, ik begin zo'n koud plekje. Dat vind ik kut. Wat er net gebeurde, zat een spin op mijn beeldscherm. En ik grilde. Swag. In elk geval... dat is helemaal niet waar ik het over wil hebben in deze video. Want in deze video wil ik het even met over iets hebben wat best wel belangrijk is. Ik ben namelijk zondagjarig, dan word ik 14 jaar. En er waren heel veel mensen die het wisten en die vroegen... Job, ik heb een tekening voor je, ik heb een kaart voor je, ik heb een cadeautje voor je, ik heb mijn dildo voor... Wat? Wacht even. Oké. In elk geval, ik heb dus geregeld dat ik een adresje krijg. Die krijg ik morgen. Dus niet vandaag. Vandaag is het vrijdag. Maar morgen, dus zaterdag, krijg ik dat adresje. Dus in de morgen Doe Maar Game Vlog video. Dus in de Doe Maar Game Vlog video van morgen. Weten jullie een adres waar jullie dingen naartoe kunnen sturen? Dus denken jullie, Job, ik heb een envelop met zond erin. Ik heb een tekening voor je. Of al die dingen. Dan heb ik speciaal voor jullie een adresje waar je dat naartoe kan sturen. Want ik krijg heel veel posts op Twitter. Wat ik heel erg tof vind. Natuurlijk, dat is leuk. Maar het is leuker om het gewoon echt vast te houden, zeg maar. En dan... Snap je? Wat? In elk geval, dat is best leuk. Maar ook voor mensen, wat ik dus nu even ga doen, ik ga even verder met het bewerken van de video die ik dus zeg maar, nu net heb gemaakt voor Doe Maar Gamen. Dus morgen komt er een fanmail, de rest van jullie fanmail naartoe kunnen sturen, tekeningen, kaartjes en al die andere shit. Dus zien jullie morgen in de Doe Maar Game Vlog video. Voor deze Doe Maar Game Vlog video bedankt voor het kijken. Laat natuurlijk even een groen duimpje achter, voeg deze video toe aan je favoriet en deel met je vrienden. En dan zie ik jullie de volgende keer later.